Yo mensen, voordat de video begint wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik een superleuke giveaway ga doen van een glow skin. Dus wil jij deze glow skin gratis winnen? Het enige wat je moet doen is deze video liken, natuurlijk geabonneerd zijn op mijn kanaal en Lars Lions Service volgen op Instagram. En heb je dat gedaan? Laat dan jouw Epic Games naam onder deze video achter en wie weet, maak jij kans op deze fantastische glow skin giveaway. Kling! 12 fucking kills jongens, de laatste best. Goedemorgen mensen, super dat jullie kijken deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games Reels. En vandaag is de dag aangebroken dat we eindelijk weer na een hele lange tijd op de Amerikaanse servers gaan spelen. Ik heb het natuurlijk 2 jaar geleden heb ik het ook gedaan en toen kwam ik Ninja tegen. Heb ik hem gekild, insane, en ik ga het gewoon weer proberen. We gaan waarschijnlijk niet een Ninja tegenkomen, maar we gaan gewoon kijken of nou Amerikaanse spelers wat slechter zijn dan Europese spelers. Jongens, hebben jullie zin in deze video? Ram natuurlijk lekker op die duimpjes omhoog. Dus natuurlijk vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou super dope zijn. En je kan me extra supporten om natuurlijk mijn support te creëren code GamesRuin in de iTunes te tikken. Dat zou super dope zijn als jij een skin koopt met die code. Nou jongens, we gaan kijken of we de Amerikaanse servers even helemaal kunnen gaan kantelen en kijken of we een dikke game kunnen gaan. Nou, ik zou zeggen, let's get it naar het potje. Zo mensen, zijn natuurlijk in het potje aangekomen en ik ga lekker naar Pleasant Park toe. De bus ging redelijk snel over de, ja, Pleasant. Nou, hij gaat niet over Pleasant heen, hij gaat er langs. Maar deze mooie stad lag natuurlijk vet chill op de route. Dus ik dacht van, ai, we gaan hier landen. Alleen het enige waar ik eigenlijk gewoon echt ben vergeten op een of andere manier, is als ik natuurlijk wil bouwen dat er een soort delay in zit. Ook met editen, dat is dus best wel irritant. Maar we moeten het maar mee doen. We moeten het gewoon proberen om, ja, alsnog met dat gewoon te kunnen winnen natuurlijk. Oké, okay, weet je? Flikker maar op, ik ga gewoon een keer hier landen. Ik zie daar volgens mij een shotgun liggen. Oh, dat is een pistol. Het is een pistol. Oké. Okay. Hier ligt ook een AR. Oh shit, ik heb de pistol niet opgepakt. Oké, okay, er was een guy ook hier. Even zien, hij is op het dak. Oh my god, hij is fucking low. Ik word geraakt volgens mij. Oh shit. Eerste kill binnen, let's go. Chill. Ai, dat was simpel. Alright. Oké, okay, dus dat kut is dus echt met dat bouwen, man. Dat is wel even een dingetje, want dat loopt gewoon net een tikkeltje achter. Maar we moeten het gewoon mee doen, jongens. We got this, we got this. Oké, okay, ik moet even kijken. Hier zit een guy echt vet. Oh my god, ik zat op die boom te schieten. Wat? Hoe dan? Hoe kan ik daar op die boom schieten? Even oh, sniper. Nice, let's go. Oké, okay, we zijn aan het fighten hier en ik wil even gaan mengen, denk ik. Oh my god, echt alles is van mij leeg gewoon. Oké, okay, er komen 2 guys hier. Oh, zie je daar. Wat is die guy aan het doen? Let's go. Die daarachter is volgens mij een bot. Dus ik laat deze guy. Wacht even hoor. Snipe. Oh, fuck ouwe. Ik moest hem raken. Ik heb geen AR-kogels. Oké, okay, snel. Ik neem heel veel die grote pot in. Volgens mij is dat echt een bot, deze guy. Dus die heb ik wel. Easy going. Oké, okay, ga me pushen. Kan ik pot innemen? Oh my god. Let's go, we got him. 100% dat hier nog iemand zit. Even een boompje hakken natuurlijk, gewoon extra mats. Oh shit, er komt ook iemand ineens aan. Oh shit, oh shit, oh my god. Die heeft mij heel weak geschoten. Gaat hij pieken? Hij gaat niet pushen, ik heb een sniper, dus ik schiet gewoon. What the fuck doe jij, face? Een face met me jongens, oh my god. Dikke clickbait titel. Nee, dat is een grapje. Oké. Okay. Oh my god, ik kan niet bouwen jongens. Hallo! Oh my god. Hij is zo low, man. Gast, deze guy. Oké, okay, als deze guy me nog one shot. Oké, okay, let's go. Oh my god, dat was nog bijna fucked up ook gewoon. Oké, okay, we hebben ze, jongens. 5 kills, we gaan lekker. Oké, okay, ik heb echt dringend AR en ammo nodig. Ik heb echt helemaal niks. Oké, okay, deze guy was natuurlijk een echte face member. Kug. Ik snap dat gewoon niet, man. Face. Oh, push die guy? Ja, hij pusht. Oké, okay, 90's. Het loopt een beetje achter, maar het is, ja, redelijk te doen. Die guy zit hier. Oh my god. Het is fucking druk hier. Een lama daar. Let's go. Bro, ik heb echt een feeling alsof fucking allemaal mensen hier in Amerikaanse servers echt bot zijn, man. What the fuck? Oké, okay, alsjeblieft even minus innemen. Okay, er is er 1. Okay, er zit nog een guy hier. Ik wil hem op zich wel gaan pushen, maar ik wil ook die lama gaan pakken. En de safe zone komt zo meteen ook. Dus ik ga eerst even op die lama. Wat is die boot? Ik hoor een fucking erge boot toeteren.
Okay, ik hoop dat die guy een beetje naar mij toe gaat komen. Ik nak snel even die lama. Ik heb gewoon 6 kills early game. What the fuck? Oh, shit. Ik heb nog steeds geen AR-ammo. Dus die lama moet mij even 7 daarmee. Oké, lamaatje. You got it. Nee, die heeft een grote pot of zo. Oké, wel een medkit. Oké, die neem ik even... Nee, die neem ik niet in. Even meds meenemen. Alright. Kijk, nu hebben we in ieder geval wat ammo erbij. Wauw, dat valt trouwens echt tegen hoeveel ammo je krijgt van een lama, man. Maar oké. Oeh, ik zie daar kogels vandaan komen. What the fuck? Waar schiet die gast op? Huh? Iemand zit vol te schieten hier, maar er is letterlijk niemand hier. Hij kan mij ook onmogelijk zien. Alleen het kampvuurtje. Wacht, is dat een bot dan die geglitcht is of zo? Oké, dit bedoel ik met dat bouwen. Dat is echt... Het loopt zo erg achter. Maar oké, het is wat te doen. What the fuck? Oh, hij heeft daar iemand gekillt. 100% even sniper. Hij heeft wel iemand gekillt daar, though. Let op deze sniper headshot. Oké. Okay. Volgens mij zit een bot, man. Het kan nooit dat dit een enemy is. Hoe laat die reageert? Kijk dan. Yo. Oké, even shit. Oh my god. Oké, wacht. Ik wou eigenlijk grappig doen, maar hij mag niet mijn kill stelen. Een glowskin, jongens. Yo, die bloem. What the fuck? Yo, die blauwe AR is echt trash, gast. Holy shit. Ik zie daar verderop ook iemand. Oh my god, die bloem. Die fucking bloem, gast. Daar zit ook een guy. Oh, kut. Ik dacht dat hij meer naar rechts ging. Oh, hier nog één. What the fuck? Iedereen komt uit de season, joh. Wat is dit? Hij gaat sowieso niet mijn loot stelen, hoor. Dan ben ik pissed. Oké, fuck it. Blijf daar lekker even zitten. Dan ga ik even mijn loot nakken. Yo, die blauwe AR heeft echt een bloem van fucked up, gast. Ik weet niet wat het is, maar... Misschien is dat die delay wel of zo, maar ik schiet niks raak. Ik zeg je eerlijk. Lekker, 100 op zijn armpie. Niet zo slikker. Dit bedoel ik met de Amerikaanse spelers. Er zit wel echt een tikkeltje verschil in of zo. Oké, wacht, heel even deze guy loot hoor. I don't know, waarschijnlijk zit ik echt... Ik bedoel echt niet om alle Amerikanen af te zeiken in Fortnite hoor. Maar het is gewoon... Ik heb zo'n feeling of zo. I don't know. Wacht, hier, let op. Ik zie hem niet meer. Ik zie hem niet. Draai me om en... Pam, let op. Dat wordt hem, oké? Okay? Rennen. Draai om. Hop. Oh my god, dat ging nog bijna goed ook nog. Oh shit, ik kan mensen zo goed inschatten met dit, jongen. What the fuck zit hij nou weer op dan? Is dit ook een bot? Oh shit, er zit nog iemand daar. Let's go, got him. Zet ik een pipen? I pipen? Oké, dat klinkt heel fout. Lekker man, je bent dood. Maar hier zit nog een gast. What the fuck doet iedereen uit de seizoen net, man? En waar is deze gast heen gegaan? Sowieso die guy is naar achter gelopen. Ik heb gewoon rustig 8 kills. Neem we gewoon lekker mee, dank u wel. Right, volgens mij zijn hier een dikke sniper fight gaande. Eigenlijk wil ik niet echt ermee... Oh my god, dat water, ik beweeg. Anders had ik hem gehad, 100%. What the fuck? What the fuck? Die guy staat gewoon AFK, joh, what the fuck? Oké, dat kan allemaal. Oh shit. Oké, nu komt het bouwen echt kut. What the fuck is deze guy aan het doen? Oh my god, dit water! Oké, ik wil niet te lang hier blijven. Oké, hij is dood. GG. Alright, die nemen we mee, die nemen we mee. RPG laat ik achter, sorry boys. Oké, fuck it. Minis neem ik... Oh shit, oké, let's go. Oké, boys, we hebben gewoon 10 kills, man. 10 kills en 9 man over. Dit is fucking chill. Alleen dat bouwen is echt scheid. Dat ik zweer... Oh, ik zat bij mijn poot weer in de safe zone. Ik weet niet wat het is, maar dat... Of ik weet wel wat het is. Die lag of de delay... Natuurlijk, mijn ping, je ziet het ook linksbovenin staan, is 81. En dat is... Ja, het is best wel hoog. Het is niet die 90 die hij aangaf in de lobby, maar... Het is wel behoorlijk hoog. En het kut is, ik heb helaas niet alle beste loots mee kunnen nemen. En mijn HP is ook niet denderend hoog of zo. Die guy die bijvoorbeeld AFK stond, dat is ook weer echt zo'n chat dat ik denk van... What the fuck ben je aan het doen? Maar ja, ik heb hem helaas niet kunnen looten natuurlijk. Kijk, ik wil niet mijzelf helemaal de expert noemen of zo. Maar ja, ik heb natuurlijk wel gewoon een teringhoge of een bekende streamer slash YouTuber gekillt. Op een server en die game zelf was ook mensen zijn minder goed of zo. Het is zo raar. Ik vind het nog steeds zo dom om te zeggen dat de service verandert... Toch niet de skill van mensen, of course niet. Maar het gaat gewoon meer om, ja, ik weet niet, blijkbaar... I don't know, zijn er meer, minder, betere Amerikaanse mensen dan Europese mensen of zo?
Weet je wat we toch gewoon lekker doen, jongens? Jullie mogen het zelf even bedenken. Hebben jullie een bewering, een conclusie die jullie kunnen trekken waarom Amerikaanse potjes of surfen gewoon minder goed is? Laat het even weten. Want ik kom er niet uit, zoals je ziet. Ik kan er niet goed verwoorden. Het komt in ieder geval wel op neer dat ik meer kills kan pakken in een Amerikaans potje. Dat is echt heel apart. Oké, terwijl ik echt veel potjes speel, hè, jongens, op een dag. Dat is echt niet normaal. Okay, ik ga hier even lekker veel hout hakken. Er zat volgens mij een guy daar ingebouwd. Dus dat is wel een dingetje om te weten. En misschien kunnen we hem wel snipen als we achter zijn nek gaan sneaken. Als hij gaat pieken of zo, dan kunnen we hem wel snipen, denk ik. Right, ik hoorde ergens verderop ook wel sniperschot ergens plaatsvinden. Geen idee waar. Oké, kut, deze guy heeft mij gezien. Oké, jammer. Shit, anders kon we heel sneaky zo achter me aangaan. Oké, dit edit is echt verschrikkelijk. Kijk, het loopt zo erg achter, maar ai. Hé, het maakt niet uit, jongen. Ik heb gewoon fucking 10 kills nu al. Kijk, ik wil wel even deze game winnen. Dat lijkt me echt top. Dat lijkt me echt nice. Alleen, ik heb geen idee. Ik wil deze guy eigenlijk niet echt gaan pushen. Kijk, wat het dus is, dat editen en bouwen is echt een ding. En die buildfights wil ik liever eigenlijk niet aangaan. Of in ieder geval zoveel min mogelijk. Dus ik probeer een beetje de mensen te, hoe zeg je dat? Te vermijden. Die ingebokst staan en zo. Ik moet eerst iemand vol raken en dan pas pushen, weet je. Zoiets wil ik hebben. Want anders wordt het hem niet. Oké, deze guy is een beetje aan het pushen volgens mij. Oké, ik moet ook meer die kant op. Oh my god. Yep. Oh, hoe was die snipe niet raak? Die ging volgens mij echt vol onder zijn benen langs. Maar oké, hij blijft daar ook een beetje zitten. Ik ben even aan het scannen. Waar zijn de andere twee enemies dan? Er moeten nog meer mensen zijn. Misschien in dat kampje daar. Ja, deze guy zit sowieso hier nog. Oké, ik moet ook een stukje lopen. Oké, niet springen delen, want dan word je vol gesniped uit de lucht. Dat zie ik ook wel weer gebeuren. Oké, we zitten safe. Chill. Even. Juist, oké. Ja, nice. Soepel. Oké. Echt waar. Oh, nice. Ik zie daar iemand. Oké, kut. Oké, we weten in ieder geval dat daar een guy zit hier. En dan moet er dus nog ergens een chap zitten. En ik denk achter mij daar, oh. Ah, die delay, man. Waar is die andere gast? Er zit nog... Oh, ik dacht even dat die kaars iemand was. Hier, 1, 2. Waar is die... Oh, mijn hul, lol. Ik had hem geraakt. Waar zit de rest dan? Oké, ik weet echt niet wat ik moet doen, jongens. Ik durf niet te pushen, aangezien ik die bouw disadvantage heb. En ik weet dus gewoon niet waar nog een guy is. We missen gewoon een hele enemy nog, hè. Dat is wel echt een dingetje, hè. Die guy zit daar. Oké, dat is wat we zeker weten. Hier zit ook een gast. En deze guy is zeg maar een van de wat betere nu die over is. En dan moet er dus ergens... Dankjewel. En die delay in die... Oh wow, volgens mij zit er ook echt een delay in mijn sniperschot, ouwe. Oké, daar zit dus ook een guy. Alright, hè? Nou, uiteindelijk een beetje waar iedereen zit. Oké, wat is die gast aan het doen? Hij zit in die container. Wat doet hij? Oh my god, OG schooltroepen, broer. Nee, hij heeft een bitten. Bro, als je vroeger zo'n schooltroepen zo zag lopen, dan denk je echt van, bro, wat de fuck ben je aan het doen? Oké, als hij me daar had gesnijd, was ik echt aan huilen. Hij wel natuurlijk. Oh, Ajax, what the fuck? Oh jongens, we hebben gewoon Nederlanders in deze fucking game zitten. What the fuck? Oh, wat? Hoe dan? Hij is dood, vriend, dus laat maar. What the fuck? Hij heet gewoon Ajax, lol. Oké, dat is heel apart, oké. Even zien. Misschien is hij wel Ajax van, joh. Woont hij in Amerika? Misschien is hij wel Nederlander. You never know. Die schooltroepen daar, man. Wat is hij aan het doen? Kling! 12 fucking kills, jongens. De laatste guy zit hier. Ik ga hem pushen. Oh my god, die edits. Bro, niks gaat raak. Oh my god. Where you at, bro? Oh shit. Ja, ik kan geen buildfights aan, jongens. Dit wordt echt drama. We gaan naar beneden. Huh? Zit hij hierin? Oh my god! Ik ga hem noscope, let op, jongens. Let op, noscope. Oh shit, ouwe. Oh my god, dit is mijn 6e potje ooit, gast, in fucking season 2. En niet eens op de fucking Europese server. What the fuck?
Oké, wat hebben wij net gedaan, jongen? Oh my god. Fucking 13 kills op de Amerikaanse service, jongens. Ik zeg het je, dit is echt de manier om veel meer kills te pakken. Easy een win. Het enige kut is die delay, dus die build fights zijn wel fucked up. Maar oh my god, dit was echt het easyste potje met de meeste kills die ik ooit heb gehad in season 2. Of chapter 2. Holy fucking shit, gast. Oh my god. Jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet dan niet zeker op die duimpjes te rammen. Zou super dope zijn. En wil je nou vaker zien dat ik op de Amerikaanse server speel? Want aangezien ik daar best wel goed in ben, zo te zien. Hè, ninja gekillt. Nu weer een gekke game gehaald. Laat dat dan even achter in de reacties natuurlijk. En vergeet natuurlijk niet te abonneren als je mijn kanaal leuk vindt. Want ik upload dagelijks. Dus morgen ben ik natuurlijk weer bij een nieuwe video om 6:30, jongens. Bedankt voor het kijken. En ik zeg tot de volgende keer. Later, mensen.